Dag, mijn lieve solstertjes. Mijn naam is Barbara en dit gaat een algemene reading zijn voor mijn lieve tweelingen voor de maand juni 2022. Het is een algemene reading, dus neem wat voor je past en laat er eens liggen. Kijk zeker ook naar het sterrenbeeld dat in jouw maan, jouw Venus of dan je ascendant staat. Like, deel, abonneer, klik op het belletje, blijf je op de hoogte wanneer ik nieuwe video's post. Wij zijn naar de 9000 abonnees gegaan, waarvoor ontzettend veel dank. Nu wil ik naar de 10.000, dus ben je nog niet geabonneerd? Abonneer je. Het is gratis. Laat mij weten dat je resoneert met de boodschap. Ik ben voor de maand juni niet te boeken voor privé-readings. Dus vanaf juli neem ik weer een nieuwe aanvraag aan. Ik heb tussen twee werelden en iets dat niet voor jou is. We zitten met één voet in het oude, één voet in het duister. Moeilijke periode, zou ik willen zeggen. En één voet richting het nieuwe, waar het lichtje schijnt, waar de zon schijnt. Dus tussen twee werelden. Oké, nummer 3 en nummer 6, niet voor jou. Er is iets dat niet voor jou is. Het wordt precies gepresenteerd op een dienblad. En toch is het niet het juiste voor jou. Er bestaat iets beters. Krijg ik hier een beetje bij. Let's see. Voor mijn lieve tweelingen. Juni 2022, wat is de energie? Voor de maand. Energie, gun. Oeh, de zon, leeuwenergie, de gelukkigste kaart van het dek. Shine staat hier. Met je hart open, nou was voor mij inderdaad omarmde liefde. Maar hier word je vanuit je hartchakra, ik weet niet, verlicht precies. En we hebben toch wel uitdagingen. Met de vijf van staven. Strijd, concurrentie. Het kan zijn dat er meerdere mensen gemoeid zijn. Mensen niet eens zijn. Deze twee te samen krijg ik een beetje jouw geluk niet gunnen precies. Een beetje jaloers zijn. Maar er zijn wat uitdagingen binnen dit mooie geluk. Dat kan een interne strijd zijn ook. We zullen zien. Wat is uitdaging? De drie van pentakels. Samenwerken. Samen iets opbouwen. Iets constructiefs. En bij deze staat er strek je handen uit voor hulp. Je hoeft niet alles alleen te doen. Samenwerking en iets opbouwen is precies de uitdaging. Bang, ja, ik heb hier verdriet met de drie van zwaarden. Bang om je hart te doen breken. Bang om iets concreets op te bouwen. Zoveel drieën. We zullen zien. Wat is het advies? Voor mijn lieve. Daar gaan we allemaal niet doen. Deze wel. De liefde. Wauw. Nice. Tweelingen energie. Hier ben je. Liefde. Voor je te zien natuurlijk. Een keuze maken vanuit je hart. Je hart volgen. De liefde voelen. Ik heb de drie van kelken. Deel de liefde. Dit is, ja, hier wordt het hartje precies aangeboden. Dus neem het aan. De drie van kelken kan spreken over iets te vieren hebben. Samen zijn met vrienden, familie, daten. Hier, ik heb heel veel liefde hier. Dus kan professioneel zijn. Maar voel de liefde, deel de liefde, geniet ervan. En ik heb de aas van staven ondersteboven. Dus er is ook liefde, er is passie. Met de aas van staven. Voor mij voelt het... Ik krijg er altijd een beetje een valse start bij. Van er is wel, er is gevoel, er is passie. Dit is nieuw leven inblazen. Maar daarbij een soort van nieuwe aanpak op een andere manier. Op een andere manier, een nieuwe manier deze liefde voelen, delen. Een nieuwe aanpak, we zullen zien. En wat is dan de uitkomst voor mijn lieve tweelingen? Oké, de drie van staven. Er is een vertraging. Dit is wel plannen maken voor de toekomst, je horizon verbreden. En dan wachten op de goddelijke timing. Die goddelijke timing laat precies een beetje meer op zich wachten dan je wenst. Dat kan inderdaad, ja, een beetje vertraging. Uitstel. Uitstel van plannen. Best wel wat drieën hier. Maar wel plannen maken.
je horizon verbreden. Een nieuw, ja, openstaan voor het nieuwe. Oké, we zullen zien. Onderop heb ik de 6 van staven. Geloof erin en het zal een succes zijn. Een overwinning. Op zich inderdaad, hier hebben we de 5 van staven. Dit is die strijd die geleverd wordt, wat ik zeg op zijn minst intern. En deze strijd wordt hier wel overwonnen. Daar gaan we wel naartoe. Op een andere manier, een nieuwe aanpak. We zullen zien. Verklaar de uitdagende tijden bij dit geluk in de energie voor juni. De aas van staven, voilà. We hebben een nieuw begin voor bezieling en passie. Dat kan ook een nieuw project zijn, maar ja, wat ik zeg, ik heb je best wel veel liefde, maar samen met, toch al een overwinning. Die overwinning is er precies al. We willen dit wel doen, slagen. Oh, en de 3 van staven precies op de, oké. Dat kan. Dat kan dat hier aan het einde, dat het einde is van dat uitstel. Het einde van die vertraging. Want ik heb hem hier al. Er is dus een nieuw begin, dat maakt je gelukkig, maar er is ja, een strijd die geleverd wordt, of concurrentie. Hier heb ik wel al de overwinning, maar de uitstel van die overwinning. Onderop de ridder van Kelken, de prins op het witte paard, of prinses, een liefdevolle boodschap. Een verontschuldiging, een... Dus ik heb een nieuw begin, het voelt toch al echt als een overwinning, een... Heel veel vurige energie hier, leeuw en boogschutter. Alleen maar staven. Dus aantrekking zal er moeten zijn. Maar er is uitstel op die overwinning. Oké. Dat is de uitdaging. Klaar, de 3 van pentakels. De 3 van pentakels. Dus ja, je handen uitstrekken voor hulp. Samen iets opbouwen. Dit kan een samenwerking zijn, een partnerschap, een opleiding, een nieuwe cursus, maar het is de uitdaging om bij deze, wat ik zeg, iets op te bouwen dat tastbaar en concreet en stabiel is. Ik heb de 7 van Kelken. Besluitvaardigheid, heel veel opties en mogelijkheden en dromen hebben, maar daardoor niet kunnen kiezen. Hier hebben we besluitvaardigheid, helderheid. Welke, ja, het is precies alsof je... meerdere opties hebt. Er is iets dat niet voor jou is, niet het beste voor jou is. Het is die helderheid is wel de uitdaging. Met de 2 van staven, een beetje een frustratie, een afwachtende energie en daardoor een beetje een frustratie van... Duurt het lang voordat er iemand een beslissing neemt, een keuze maakt, helderheid heeft? En de 4 van zwaarden. Klaar voor de strijd. Na een tijdje van stilstand, geen contact, geen communicatie, je terugtrekken, helen. Helderheid en besluitvaardigheid heb ik hier heel sterk. En toch weer dat iets dat geen resultaat kent of even ja, op zich laat wachten. Besluitvaardigheid, absoluut. De uitdaging hier. Er is iemand die zich beschermt om iets op te bouwen op de langere termijn. Sluitvaardigheid en maar ja, klaar voor de strijd daarvoor willen gaan, helderheid hebben en kiezen om iets op te bouwen. Maar inderdaad een beetje een frustratie op de timing. Wat is het advies? Dus ja, een nieuwe aanpak binnen dit nieuwe begin voor bezieling en passie. Geniet, voel de liefde, deel de liefde. Verklaar het advies. Ja, dat ga ik niet doen. Ik krijg het advies van mijn lieve tweelingen voor juni 2022. De skillknaap van zwaarden. Voor mij soms de geheime aanbidder energie. De kracht leeuw energie. Nog een keer. Het moet hebben, de moed hebben om je uit te spreken. Om, ook al er is... De 10 van pentakels. Ik heb hier wel geluk op de langere termijn waar we op aan het bouwen zijn. Dit is voor mij een beetje de ja-maar-kaart. Van, ja, ja, ik weet wel wat ik wil. Ik vind je wel leuk, maar ik heb het over koetjes en kalfjes. Of durf ik het wel? Ga ik het wel uitspreken? Ja,
Zeker in het advies is het spreek je uit, hoe voorzichtig je het ook doet, hoe twijfelachtig je ook bent. Je bent moedig, je bent krachtig, je hebt zelfvertrouwen. Spreek je uit, communiceer, zodat je de liefde kunt voelen en delen. En met de vijf van pentakels ondersteboven. Dit zijn betere tijden, dit is hoopvol. Dit is niet vanuit angst voor het tekort of angst om er alleen voor te staan, angst voor achtergelaten te worden. Dus een beetje zo mijn verlatingsangst, bindingsangst kaart. Maar hier is die ondersteboven, overstijgt die angst. Wees hoopvol naar de toekomst. Dus ik weet niet wat er niet voor jou is. Ja, misschien zijn er inderdaad keuzes die gemaakt moeten worden. Is er iets wel voor jou en iets niet? Maar voel en communiceer. Spreek je uit. Oké. Er zijn absoluut betere tijden. Dit nieuwe begin krijgt, ja, wat ik zeg, wordt nieuw leven ingeblazen. Of is leek een beetje op een valse start of zo. Dat was uitstel. Nu is het tijd om er toch voor te gaan. Want dan voor mijn gevoel hebben we dus het einde van die uitstel in de uitkomst. We zullen zien. Zes van zwaarden, klaren naar rustige waters. Maar inderdaad de houding herzien op een andere manier, anders instaan. Oh, nice. Er is hier een gesprek dat uitkomst biedt. Ik heb de dwaas. Een sprong in het onbekende. Een heel nieuw begin. Want ik zeg, je bent het aan aantrekken, aan het manifesteren, aan plannen aan het maken. Dit is hier, durf je te springen. Je hebt vertrouwen in jezelf, in het universum. En heel licht van bagage. Waar je je van hebt ontdaan met de 10 van zwaarden. Dat kan zijn dat je bang was voor een breuk of dat er nog een... De 10 van zwaarden is namelijk een einde, een pijnlijk einde. Maar hij komt hier ondersteboven, dus dit is hoop. Een gesprek dat uitkomst biedt. Maar wel het einde van een pijnlijke fase en een heel mooi nieuw begin. Wat ik zeg, je vaart naar rustige waters. Kan verplaatsing met zich meebrengen hier. De koningin van pentakels. Stiermaagd, steenbok energie, ram energie met de dwaas. Koningin van pentakels is iemand die heel betrouwbaar is, stabiel is. Vanuit zelf. En de koning van pentakels. En de schildknaap van pentakels. Ik heb hier wel een match. Tastbaar, concreet, betrouwbaar, loyaal. Vanuit zelfliefde. Voor mij is dat ook echt een bemoederende energie. Een liefdevolle energie. Ik heb hier heel veel stabiliteit. Oh, ik heb de ridder ook erachteraan. Dus ik heb hier het hele gezin. En effectief helderheid. Er is groei. Langzaam maar zeker zijn we iets op aan het bouwen naar de toekomst. Er is een transformatie, een nieuwe stabiliteit. Iets te vieren hebben. Een evenwicht en balans. En besluitvaardigheid. Dus ja, een sprong in het onbekende. Stabiel, vanuit zelfliefde, zelfzorg. Een gesprek dat uitkomst biedt. Waardoor het allemaal wat rustiger wordt. Nice. Maar heb de moed om je uit te spreken. Dat is de boodschap van het universum voor mijn lieve verveling. De ster, later van energie. Kijk vol hoop en optimisme naar de toekomst. Ik heb hier inderdaad heel veel hoop vol. De kracht van je geloof kan bergen verzetten. Geloof en je zult overwinnen. Prettige veranderingen die verlichting brengen naar moeilijke tijden. Je zit tussen twee werelden. Het is inderdaad het einde van een vermoeiende, zware, bewolkte periode. En je gaat richting het licht, maar wees hoopvol. Geloof erin. Ja, je hebt er recht op. Het zit eraan te komen. Dus hou hoop. De ster is voor mij ook een droom en wens die in vervulling komt. Dat is iets dat in de sterren geschreven staat. De koningin van pentakels. Wees praktisch in hoe je nu verder gaat. In deze sprong in het onbekende. De gave alles mooier te maken. Iemand ontmoeten die je dromen kan helpen uitkomen. En de kracht. Leo-energie. De benodigde gratie en kracht. En innerlijke kracht om obstakels te overwinnen. Ja. De kracht van vriendelijkheid en vergeving. Ja, bij deze absoluut. De kracht van vriendelijkheid en vergeving. Tijd om te omarmen hoe glorieus jij bent. En de vernieuwing, het oordeel. Kijk goed naar het verleden en het heden om een prachtige nieuwe toekomst te creëren. Jouw levensdoel inzien. Oordelen over jezelf en anderen loslaten. Voor mij is dit inderdaad versie 2.0. Een wedergeboorte, een hernieuwd begin.
Een verlossing. Een halleluja moment. Nee. Moet je daarvoor iets loslaten? Wat is de boodschap? Hij heeft twee dingen. Hou je visie vast. Hou vast aan jouw visie. Aan jouw, ja, oké. Okay. Hou je visie vast. En vertrouw in je dromen. Heb vertrouwen en hoop in jouw dromen. Kom er nog in. De timing. De nieuwe maan in weegschaal. Dus dat is in weegschaal periode. Eind september, denk ik. Een nieuwe romantische cyclus begint. Ja, sta ervoor open. Spreek je uit. Voel de liefde. Deel de liefde. Wees moedig. Wees vriendelijk. Vergeef wellicht. Het voelt inderdaad als een valse start, maar dat wordt wel overwonnen, precies. En dat is de laatste boodschap voor mijn lieve tweelingen. Dank u. Grenzen. Waar moet je je grenzen? Beter je grenzen aanstellen. Grenzen stellen. En zeg gewoon ja. Dus ja, grenzen stellen. Nieuwe aanpak op een andere manier, zodat het voor jou goed voelt. Vanuit zelfliefde, zelfzorg. Oké. Dus, mijn lieve tweelingen, ik ben heel benieuwd hoe dit voor jou persoonlijk resoneert. Laat me zeker iets weten. Ik ben altijd heel blij en heel dankbaar voor al jullie berichten. Like, deel, abonneer, klik op het belletje. Blijf je op de hoogte wanneer ik nieuwe video's post. Ik wens je een bijzonder liefdevol en mooie maand juni. Ik stuur je alle liefde en licht voor de komende periode. Dankjewel voor het kijken en ik zeg tot snel.